uur van de dag. Passaggio Late Night. En de laatste keer dat we de Hollandse nieuwe van deze week kunnen laten horen. Een recital van Mariette Petkova in 1996 in Ernen, Zwitserland, opgenomen. 25 jaar geleden. Het is tijd voor de toegift. Een wonderschone Chopin. Dat dorpje Ernen, dat ligt dus in de Zwitserse Alpen. Ik heb het even moeten opzoeken. In de schaduw van de Jungfrau. Dat is een vierduizender. Het is uitgegroeid tot een internationaal befaamd muziekdorp. Vanwege de bemoeienis van George Sebok, Hongaarse pianist en pedagoog, leermeester van Mariette Petkova. Ze heeft vele masterclasses bij hem gevolgd daar, in Ernen. En ik sprak net een van de technici in het zenuwcentrum van Hilversum, van de omroep, Maarten. Die kent de streek, houdt nog meer van het dorpje Berwald, dat vlakbij, dat ligt ook wat hoger. Ernen is 1200 meter, dat ligt dus in het dal. Maar hij zei dat centrum, dat is echt een museum. Goed, nog één keertje dus dit recital. Ik keer nog even terug bij het Fuoco van Rachmaninoff. Etude Tableau van Rachmaninoff, Con Fuoco. Hoe kan het dat Sebok, de leermeester van Mariette Petkova, neerstreek in dat dorpje Ernen in de Zwitserse Alpen? Achter de Jungfrau van meer dan 4000 meter hoogte. Ja, het is de droomplek. Sebok noemde dat de dream place. Hij ontdekte dat in de jaren 70. Toevallig was daar op bezoek, op vakantie. En dan toen hij daar stond, dan vertelde hij later aan ons. Dan wist voor de kerk met de mooie valleien en de bergtoppen, de uitzicht. Dan wist hij, dit is de plek waar ik iets ga starten. En zo is het ontstaan, de Ernen Muziekdorf. De masterclasses en later het festival. Zijn festival der toekomst, zo genoemd. Kerkhof trouwens, direct bij de kerk. Je kijkt zo de dal in. En denk ik aan de uitspraak van Liszt. Er schijnt een leerling van hem iets gespeeld te hebben voor hem. En hij, de enige commentaar die hij leverde een keertje was van... Speel dit landschap voor mij, speel dat wat ik nu zie. En ik veronderstel dat dat ook in Zwitserland geweest moet zijn. In de bergen ergens. Speel dat. Speel niet de noten, maar speel dat wat je ziet. Nou ja, dit gevoel heb ik als ik daar sta. Thank you.
de mazurka. Ik kan me niet herinneren waarom, hoe ik dat gespeeld heb. Na Bart ook eigenlijk best vrij moedige keuze om meteen je motoriek, ook je handen vanuit de clusters, de akkoorden, de harde werk, terug te gaan naar de sopraneske, filigrane, cantilena en de dans. Dat kan ik me niet herinneren. Ik weet alleen dat ik dat graag als een cadeau aan mijn publiek wilde geven. Zo'n weemoedig cadeau. Wil ik teruggrijpen naar Mozart. Ik redeneer het nu. Ik weet niet hoe ik dat toen ervaren heb. Maar terugluisteren, denk ik, ja, dan is de cirkel dan rond. De weemoed, de melancholie. Maar kijk, bij Bartok de barbaarse schoonheid, dit is de tedere schoonheid. Hierin? Ja. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is meer de menselijke schoonheid. Ook iets wat binnen onze mogelijkheid zit. Iets wat menselijke maat zo eert. Thank you.
toegift van het recital dat Mariette Petkova gaf op 17 juli 1996 in Erlen. Van Mozart via Rachmaninoff, Schubert, Bartok en dan tenslotte uitkomend bij Chopin. De opname van dat recital 25 jaar geleden heeft ze nu opnieuw uitgebracht in eigen beheer. Daarom kon het Hollandse Nieuwe zijn. En als ik er nou één woord voor moet vinden, dan is het bezieling wat je hoort. Je kunt hem bestellen op de website van Mariette Petkova.